is Nelly Hansen, de enige rappelcrash uitschaatser uit Nederland die naar het WK gaat. En hij komt uit Eindhoven. Schaatsen kan al vrij moeilijk zijn, maar bij Red Bull Crashed Ice gaat het nog een stapje verder. Vanaf een ijsbaan met hindernissen naar beneden schaatsen en als eerste zien te finishen. En dat met snelheden van soms wel tot 80 kilometer per uur. Je staat daar toch op een gigantisch groot event, soms zelfs live op tv, internationaal, supergroot. Dat is insane om daar dan voor te schaatsen. Als kind ontplofte er vuurwerk in Hansen zijn gezicht. Hij ziet daardoor slecht. Toch weerhoudt dat hem er niet van om mee te doen aan Crashed Ice. Crashed Ice kan je voor een groot deel ook overnemen op gevoel. Het is lastig, maar in de 10 jaar dat ik nu slechtziend ben, heb ik toch een bepaalde soort van skill ontwikkeld. Waarbij ik die unseeable seeable kan maken bijna. Het is een heel leuk contrast, want als ik boodschappen ga doen, dan kan ik het prijsje niet eens lezen. Of dan kan ik de verpakkingen niet eens lezen. Maar ik kan inderdaad wel met 60 km per uur van deze berg af. Ja, zoals je nu ziet, we zijn hier op het ijs. Dit is om de bochten op het ijs te kunnen doen. Stabiliteit met sprongen ook op het ijs, je landing. Maar inderdaad, je mist de downhill en de rollers, de schansen. Dus daarvoor gaan we naar het skatepark. We hebben hier in Eindhoven een BMX park, BMX 040. Waar we dus altijd waar we ook gaan trainen. En dan kan je echt een downhill pakken. Je staat daar ready om te gaan. En zodra de piep gaat om te gaan, dan... Het lijkt alsof je alleen mij, het ijs en de andere rijders en that's it. Ik zie het publiek niet eens meer dan. Het Red Bull Crashed Ice Wereldkampioenschap is op 20 januari.